De U Hasselt viert deze week haar 43-jarig bestaan. Dit doet ze door allerlei gratis activiteiten te organiseren voor de studenten. Zo gaven vandaag in het hoofdgebouw, de Agora, enkele straatartiesten het beste van zichzelf. Eventmanager van de U Hasselt, Mark Kroes, geeft een woordje uitleg. Het budget, laten we daarmee beginnen, wordt vrijgemaakt door de universiteit zelf. Zoals ik zeg, het is een traditie, die Dies Natalis met die activiteiten. Dus we voorzien daar elk jaar wel een potje voor om wat leuke dingen in huis te halen. En wie zijn de artiesten? Elke dag hebben wij 2 of 3 of zelfs 4 verschillende soorten acts die we opvoeren. Vandaag is dat bijvoorbeeld Boucherie, Bakul. Mensen die in een kraampje een beetje bloederig wat beertjes en dergelijke verkopen. Uiteraard allemaal heel grappig en heel plezant gebracht. Het is geen engagement om een uur te blijven zitten. Wij proberen de glimlach op de mond van de studenten te toveren met de acts die er overal plaatsvinden. Voor sommigen moet je 5 minuten tijd uitrekken, voor sommigen is het maar 1 minuut. Dus we vragen in feite weinig engagement. Maar op die manier denk ik dat wij toch wel een paar duizend studenten gespreid over die 4 dagen kunnen bereiken met dit initiatief. Buiten deze grappige sketches financiert de U Hasselt vanavond ook het concert van zanger Gabriel Rios. Benieuwd of hij ook zoveel succes als Boucherie Bakul boekt bij de lectoren en studenten.